Goeiedag, ik ben Wilbert Mans, ik ben 42 jaar, getrouwd met Mirella, 4 kinderen, allemaal nu in de leeftijd van de basisschool. We zijn in 1994 begonnen met helemaal niks, we hadden wat spaargeld gespaard en daar zijn we mee gestart op een gehuurde locatie. Onze ouders zijn niet van agrarische komaf. Op dit moment bewerken we 175 hectare grond, 70 hectare benutten we voor de lelieteelt, 35 hectare voor schorsneren, 15 hectare voor wortelen en alle soorten en maten in vroegheid laat. En de rest is vruchtwisseling. Op 5 hectare na, en dat worden de asperges. En die bouwen we verder uit in de komende jaren naar 20 hectare. Dat wordt de derde pijler onder ons bedrijf. In 1996 zijn we gestart met lelieteelt. Dat doen we voor derde. We hebben in het verleden heel veel opdrachtgevers gehad. Allemaal kleine beetjes. Met eentje zijn we samen doorgegroeid. Dat is Bolta BV uit Brezant. Daar telen we op dit moment 60 bunden voor. We hebben van begin af aan eigenlijk gezorgd of onze contractgever ons zorgt. Dus wij doen alles van planten tot en met spoelen en op een vrachtwagen zitten. Inclusief het nalopen, selecteren, koppen, alles. Dat geeft voor de opdrachtgever een stuk rust. Voor ons ook. Je kunt je erop inspelen. En dat heeft ertoe geleid dat er diverse zaken zijn in de lelieteelt waar we afwijken van het gangbare. Zoals een eigen plantmachine bouwen in eigen beheer. Planten op rups, wat in het zuidoostelijk zandgebied niet of nauwelijks voorkomt. Het spoel- en gooiproces, dat hebben we helemaal naar onze hand gezet. Met eigen apparatuur en samenwerking met onze loonwerker. En daardoor hebben we het gooiproces kunnen terugbrengen van 13 uur per hectare naar 6,5 uur per hectare. En daar zit toch voor ons de grootste winst. Zeker in natte jaren. De toekomst, die hebben we al gezegd, die willen we met die derde pijler asperge willen we een volwaardig bedrijf binnen het huidige bedrijf neerzetten. Mocht een van de andere twee pijlers, bloembollen en of de conserveindustrie, dermate afhaken of problemen opleveren, ik noem maar bijvoorbeeld de plamvirus, dat we in ieder geval met het bedrijf kunnen doorgaan zonder dat daar direct hele grote financiële consequenties aan verbonden zijn. Bij de aspergeteelt is een hele korte en hele grote piek qua arbeid. En we willen eigenlijk die hele arbeid, alle personeel, op ons eigen bedrijf gaan huisvesten. Als je het personeel goed ontvangt en in een goede huisvesting kunt laten wonen en recreëren, dan is het personeel ook goed voor jezelf.